Share the Talent, Move the World. Onder dat motto zijn studenten aan de Hanze Hogeschool bezig in de bachelor's en de master's om zichzelf en hun omgeving te ontwikkelen, te innoveren, om te leren, om dingen beter te maken. Maar hetzelfde motto gaat ook op voor onze docenten, onze onderzoekers, onze lectoren. We gaan zo met een aantal mensen praten om te vragen wat nou voor hen de lol is van het werken op de manier van Open Science. Marke, jij bent al jarenlang een van onze meer succesvolle lectoren. Wat is nou voor jou als lector de lol, de noodzaak, om je onderzoek Open Science aan te pakken? Ik heb heel veel plezier van Open Science op allerlei verschillende manieren. Kijk, ik heb hier het boek. Maar dit boek is ook helemaal in open access uitgegeven. Dit boek is nu ruim 80.000 keer gedownload. Maar wat heeft het teweeg gebracht? Mensen kwamen dus met elkaar in contact. We hebben vervolgens een netwerk op kunnen richten. We hebben een wat dan heet European Honors Council opgericht. Dus een platform voor iedereen in Europa die contact met elkaar wil maken. Vervolgens is het ook nog eens een keer zo dat er inderdaad studentenuitwisseling tot stand is gekomen, waar het allemaal om begonnen was. En dat we een internationaal docententrainingprogramma zijn begonnen. Dit was nooit gelukt, nooit gebeurd, als dit boek niet in open access was uitgekomen. Maarten, jij bent onderzoeker binnen het lectoraat van Marca. Wat is voor jou nou het belang en de lol van Open Science? Ik denk dat de cruciale beslissing was in het onderzoek van Marca om de onderzoeksresultaten in open access te publiceren. En van daaruit is eigenlijk een soort sneeuwbaleffect ontstaan van nieuwe onderzoeksaanvragen, nieuwe mogelijkheden tot netwerken, een Europees netwerk dat we zelf hebben opgericht. En daaruit is ook uiteindelijk nog een open access journal ontstaan. Caroline, jij bent onderzoeker bij de Academie voor Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool. Wat is nou voor jou het grootste belang om je bezig te houden met Open Science? Nou, hoe ik Open Science in mijn onderzoek wegzet is dat ik vooral probeer het publiek te bereiken. Daarvoor heb ik een website ontwikkeld en ik blog en ik gebruik social media. Op die manier probeer ik mijn doelgroepen te bereiken. Dat ik contacten aangeboden krijg van andere organisaties en ook personen die graag met mij willen samenwerken. Door het bloggen en door social media merk ik ook dat collega's veel meer bij mijn onderzoek zijn betrokken. Dat ze het onderwerp meer gaan leven binnen onze afdeling. En dat ik ook zie dat zij dat ook weer makkelijker overdragen naar studenten toe. Evert Buscher-Boele, lector bij ons Kenniscentrum Kunst en Samenleving. Kun je een voorbeeld geven van nieuwe samenwerkingsverbanden of verbazingwekkende resultaten, interacties die door die Open Science aanpak tot stand zijn gekomen? Wat ik zelf heel erg leuk vind is bijvoorbeeld een project waarin ik gewoon wat gegevens verzameld over live muziek in Groningen. Daar publiceerde ik over en ik zette Excel sheet online. Dat leidde ertoe dat een onderzoeker uit Utrecht contact met mij opnam. Die wilde dat onderzoek repliceren. Dat heeft geleid tot een mooie samenwerking. Heeft geleid tot publicatie van de datasets op Dataverse. Heeft geleid tot een open access artikel in een tijdschrift over datagebruik in de sociale wetenschap. Maar het heeft ook geleid tot gezamenlijke optredens op beleidsconferenties bij OCW, uitnodigingen bij kunstraden van allerlei steden. Dus het was een heel mooi voorbeeld van wat het doet als je je data, je resultaten, als je dat zo publiek mogelijk maakt. Nick Degens, lector user-centered design hier bij de Hanze Hogeschool Groningen. Wat zijn voor jou als lector nou nut en vooral noodzaak en nog belangrijker de lol van Open Science in jouw werk als onderzoeker? Nou, het belangrijkste in het werk dat wij doen is dat wij daadwerkelijk tot impact komen. En impact is niet iets wat we alleen doen vanuit onderzoek, maar dat doen we juist samenwerking met de praktijk. En dan is een belangrijke vraag, hoe zorg je ervoor dat die kennis nou bij die praktijk komt? Kun je doen op een normale manier, zoals schrijven van papers, maar we merken vooral ook in de creatieve industrie waar we zelf veel mee werken, dat zij iets anders nodig hebben, want die papers zijn voor hun soms te abstract. Dus wat voor ons heel erg belangrijk is, dat het ook echt gebruikt kan worden door de mensen uit de praktijk. Wat zijn nou voorbeelden van hobbels op de weg, mogelijke problemen die je in je Open Science aanpak bent tegengekomen en hoe heb je die opgelost? Er zijn natuurlijk allerlei vragen te stellen over hoe ver je wil gaan met Open Science en of je altijd alles overal publiek wil hebben en op welke manier je dat dan publiek wil hebben. En dat gaat bijvoorbeeld over het af en toe publiceren in niet openbaar toegankelijke boeken, bijvoorbeeld hele prestigieuze Oxford handbooks. Wil je dat wel of wil je dat niet als onderzoeker? Ik doe dat wel, af en toe, maar ik zorg ervoor dat datgene wat er in die
moeilijk toegankelijke bronnen staat, dat dat ook op andere manieren toegankelijk wordt die wel openbaar en publiek zijn. Ik heb al wat kennis vergaderd en er zijn wel wat uitkomsten die ik eigenlijk al wel op mijn website zou willen publiceren. Maar dat kan dus niet, want ik zit in een promotieonderzoek en die kennis die mag nog niet eerder gepubliceerd zijn. Maar moet eerst in een ander artikel gepubliceerd zijn voordat ik het openbaar mag maken. En als je nou één tip aan je collega's op andere hogescholen zou kunnen meegeven over waarom open science nou zo goed en zo leuk is, wat zou dat zijn? Het is super belangrijk om erover na te denken. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je bent onderzoeker. Je hebt een plek in de samenleving. Die plek die is niet vanzelfsprekend. Die is ook heel vaak publiek bekostigd in het nadenken over open science, over open data, over open access. Dat leidt tot voortdurende reflectie over de positie van de onderzoeker in de samenleving. En dat is hartstikke belangrijk, want onderzoek en onderzoekers liggen ook altijd onder vuur. Er zijn beperkte middelen. Dus hoe meer je van dat soort reflectie ook op deze manier op gang kunt brengen, hoe beter dat is. Gebruik je verstand en gewoon doen. Volg je hart dat het belangrijk is om kennis te delen, kennis met elkaar te maken en dat we dit allemaal doen voor beter onderwijs. Wat ik zou graag zou willen is dat er een platform komt waarin wij onze kennis delen op een manier die keep it simple, keep it clear, keep it honest is. Op die manier het publiek bereiken. Begin gewoon met publiceren in open access en ga van daaruit aan de slag en werken verder aan. We hebben nu veel verschillende invalshoeken gezien, vanuit de kunsten, vanuit de techniek, vanuit verpleegkunde, alles erop en eraan. Elke onderzoeker geeft wel een beetje dezelfde boodschap. Open science is gewoon leuker, prettiger, je leert sneller van elkaar. En de belangrijkste boodschap is gewoon doen.